Ten eerste, hoe gaat het met je? Op dit moment gaat het goed. Ja. Ik werk, want ik afgelopen jaar, nou ik studeer dus. Mm. En sinds nu een jaar is de muziek nog meer geworden. Dus ik heb op een gegeven moment wel momenten gehad dat ik echt in de knoop kwam, soms. Mm. Ermee, want nu ook met corona moet je ook veel dingen thuis doen. En dan denk je van, ja, aan de ene kant heeft het ook wel weer een soort van rust geleverd. Dat je niet dan naar studie moet of dat gewoon echt alles vanuit huis is. Maar er zijn ook momenten geweest dat ik, tijdens dat ik nog een les aan het volgen was. Of een college aan het volgen was. Dat ik gewoon voor een soort online dingetje iets klaar moest gaan zetten met microfoon en piano en zo. En dat is gewoon dat het echt, dat ik tegelijk dingen bezig ben. Dus eigenlijk op dat gebied. Soms had ik dan dat ik dacht, oh, dit is echt, echt zoveel. Maar nu, met de zomer, dus de studie is eventjes rust nu. En dan kan ik me wat meer focussen op de muziek. En op gewoon wat meer rust voor mezelf nemen. Dus eigenlijk, over het algemeen gaat het nu goed. Oké, dat is goed om te horen. Want ik kan me voorstellen inderdaad, je begint dan aan zo'n muzikale carrière. Je brengt een paar singles uit of eigenlijk nog de aanloop daarnaartoe. En dan in één keer krijgen we deze vreemde situatie. Heeft dat je creativiteit beïnvloed? Want je bent altijd heel erg creatief bezig. Ja. Ik denk eigenlijk, doordat je meer dus nu thuis zit, heb je ook meer tijd om achter de piano te zitten of je minder snel de hele tijd overal heen en weer en zo. Dus op dat opzicht heeft het denk ik wel mijn creativiteit beïnvloed. Ik heb wel ook wel meer ideeën gekregen en dat breng ik dan naar schrijfsessies en dan komt daar weer iets heel vets uit en dan daar word ik gewoon heel blij. Maar, ja, ik denk aan het eind van de streep, ja, denk het wel. Want je komt ook weer dan bijvoorbeeld dan ga je naar het strand of dan ga je naar plekken in de duinen. Of gewoon nu. Want dan hadden we wat meer vrijheid en zo. En dan begon het ook lekker weer te worden. En dan ga je dus wat meer ook. Nou, ik wist als ik bij mijn ouders ben, dat is in een duingebied. Dus daar kan je dan ook zwemmen en zo. En ik ben er wel achter gekomen dat als je daar zit, dat je dan zoveel meer tot jezelf komt. En dat je dan eigenlijk nadenkt over, dat je meer inspiratie krijgt. En inspiratie moet je niet gaan zoeken, maar dat krijg je. Maar meestal krijg ik trouwens ook inspiratie in de nacht. Dus dan, maar over het algemeen, ja. En wat ik me kan voorstellen, en met name na het kijken van de videoclip van Wildfire, dacht ik van, je wordt een beetje geforceerd om terug te gaan naar hoe je ooit bent begonnen met je creativiteit. Want het is nu gewoon veel thuis zitten en gewoon op je kamer of muziek maken of iets tekenen of iets. Dus bracht dat ook een soort van nostalgie met zich mee? Dat je dacht van, oh ja, dit is waarom ik begonnen ben met dit alles. Ja, denk het wel. Want ik tekende vroeger ook al eigenlijk heel veel. Mm. Vroeger tekende ik ook allemaal verhalen en zo. En dit is zo leuk dat je dan met Wildfire, dat je dan je eigen clip mag vertellen. Dat je verhaal en je zingt het. En je tekent het ook nog eens op papier. Hmm. En vroeger, ik tekende sowieso nu al de laatste tijd ook wel wat meer doodelingen en zo. En dat figuurtjes, meisjes en zo. En vroeger deed ik dat echt heel veel. Mijn moeder heeft toch zo'n hele doos met allemaal van die tekeningen en verhalen die ik dan heb gemaakt en getekend. Maar ja, dan, dat brengt wel een nostalgie, inderdaad. Ja. Voordat we echt op een aantal nummers ingaan, wil ik even een klein stukje terug naar waar jouw creativiteit vandaan komt. Want je begon, nou, zoals je al aangaf, je begon met tekenen. En dan op een gegeven moment komt piano erbij, dan komt cello erbij. En wat deden die vormen van expressie voor of met jou? Ik denk, ik heb altijd het gevoel, maar daar kom ik nu steeds meer achter, dat als je gewoon even, ja, vervelend voelt, dat je, dan heb ik eigenlijk altijd, dan kom ik nu steeds meer achter, dat je altijd, als ik dan zing, of teken, of enigszins creatief uit, dat je dan
even eruit bent en dat je daarmee dan om kan gaan met die emoties. Bijvoorbeeld, voor dit interview was ik misschien een beetje zenuwachtig. Maar dan was ik eigenlijk, ging ik achter op jou zitten. Hmm. En toen ging ik gewoon zingen hoe ik me voelde. En toen dacht ik van, dan voel je eigenlijk alweer wat beter. En voor mijn tekenen dan, ik heb me altijd daarmee helemaal zo in je eigen wereld. Als je dan tekent. Want dan, weet niet, dan vergeet je even alles om je heen. En dan kan je ook wel dingen wat meer relativeren, heb ik dat gevoel. Als je dan eventje terugtrekt en even, weet niet, of jij dat ook eens hebt. Als je zo, ja, creatieve fart. Of is er een booming. En dan ben je eventjes helemaal uit het dagelijks leven. En dan, ja, ik weet niet. Misschien, of dan voel je, ja, dan voel je misschien ook weer zoals wat je net zei, van die nostalgie, dat je weer even zoals vroeger voelt. Dat je eventjes op je kamer in de zon, op de grond, lekker aan het tekenen bent. Of verhalen schrijven, of dingen ontwerpen of zo. Dat, ja. En hoe voelt het dan, zeg maar, als je, nou, je hebt nu een aantal nummers uitgebracht. En dat je die nummers schrijft, ook gewoon weer thuis of wherever. Die breng je dan uit en mensen die kunnen daar iets in vinden. Wat doet zoiets met je? Ja, dat is natuurlijk, dat daar doe je het eigenlijk ook voor, toch? Mm. Ik denk het. Dat vind ik juist echt superleuk om te doen. Dat je iets wat je zelf creëert, dat je dat dan eigenlijk met de mensen dan kan delen. En dan dat je misschien ook wel de mensen daarmee helpt. Dat je positiviteit uitstraalt. Met bijvoorbeeld dan een volgend nummer, wat dus nu af is, waar ik echt heel blij mee ben. Dat is echt, ligt heel dicht bij mezelf. En dat is eigenlijk de dingen positief inzien. Ook al gaat het fout, je moet ermee leren leven. En, nou, ik wil gewoon echt positiviteit. Dat. Nou, ik vind het interessant dat je dat zegt, want ik heb een stukje tekst opgeschreven, ook van Wildfire weer. I've got a million mistakes to make. Dus je staat wel open voor het feit van, het leven is niet één mooie kleurrijke regenboog. Het is gewoon, je moet gewoon leren en je zal fouten gaan maken. Dus weet je waar die, ik weet niet of de keerpunt is voor jou is geweest, maar waar die positiviteit vandaan komt? Ik denk eigenlijk dat ik altijd al dat heb gehad. Dat is een goede vraag, dit. Daar ga ik even heel goed over nadenken. Ja, dat is, soms stel ik ook veel te vage filosofische vragen. Nee, dus als er geen duidelijk antwoord voor is, dan. Nee, maar. Ja, ik zong. Ja, misschien omdat ik me soms ook. Nou, iedereen voelt zich wel eens echt vervelend. Maar ik heb eigenlijk altijd een soort van oplossingsgerichte mindset gehad. Soms dan voel je je zo vervelend. Of dan vroeger, of dan. Nou, iedereen heeft dat wel gehad. Vroeger, nu en. Sure. Dat je dan eigenlijk denkt van, eerst zit je in, nou niet op dal, maar soms weet je wel, als je echt een, nou zoals ik al zei, gewoon je vervelend voelt. En dan denk je van, oh, en dan denk je van, alles is stom. En dan op een gegeven moment komt er zo'n keerpunt in dat moment dan. Dat je denkt van, maar eigenlijk heb ik er helemaal niks aan. Maar ik wil het eigenlijk ook niet laten merken aan mensen dat ik me dan vervelend voel. Dat is het ook eigenlijk. Maar wanneer dat keerpunt in mijn leven is gekomen, ik denk dat. Nee, maar dat kan zijn dat je dat altijd al een beetje die mentaliteit hebt gehad, inderdaad. Ja. Want dat vind ik dan wel interessant, want dit is een van die richtingen dat mijzelf ook heel erg fascineert. Van wat is de drive dan? En het klinkt zo gemaakt misschien, maar niet zozeer met wat is je doel, wat wil je bereiken, maar gewoon meer van waarom doe je wat je doet als het ware? Waarom ik muziek maak? Of nou, gewoon überhaupt, maar muziek maak, maar ook de muziek die je maakt. En wat is soort van je idee daarover? Ja, het is sowieso een vorm van emotie uiten. Het klinkt misschien heel stom en vaag, maar soms gaat het vanzelf. Als je dan muziek maakt en waar je gevoel in gooit, zeg maar. En dan dat je dat deelt met mensen. Eigenlijk dat is gewoon het hele mooie van muziek maken, vind ik eigenlijk. Ja, dus dat er ook wel een betekenis heeft. Maar ik vind het ook belangrijk van muziek. Niet alleen, ja, de tekst is heel belangrijk, maar ik vind de akkoorden, de melodie, dat
Dat vind ik eigenlijk, als ik een liedje maak, of nou gewoon als ik ideeën heb, dan soms heb ik dan wel even een tekst, of dan loop ik door het station, of dan loop ik door het metrostation, dan zie ik iedereen tegen mij inlopen. En ik loop als enige de andere kant op. En dan denk ik van, en dan schrijf ik dat even snel in notities, van hey, hier, dit is een idee misschien voor een liedje ooit, van ik ga tegen de richting in, maar dan nog iets. Dan heb je gewoon even een ideetje en dan denk je van oké, later kan ik daar nog iets meer over bedenken en zo. Maar ja, soms begin ik juist weer met een, gewoon, dan ga ik achter de piano zitten en dan speel ik. Ik heb dus op piano gezeten, maar ik ben een beetje vergeten hoe je het geweest. Dus, want ik ben daarna ook naar cello gegaan, maar die heeft een andere sleutel waar je speelt. Maar, sorry, ik krijg van de harde tak. Maar, dan ga ik achter de piano zitten als ik een ideetje heb. En dan, dan speel ik gewoon wat akkoorden. Want dan, ik weet niet, dan speel je gewoon wat. En dan denk je op een gegeven moment, oeh, dit klinkt chill. En dan, dan speel je nog eens, dat je, oeh, dit is zo nice. En dan... Dan is meer echt de emotie die je voelt bij de akkoorden. Dus eigenlijk, ja, het verschilt een beetje. En dan als ik dat idee heb, dan ik heb echt, ik mag het in mijn handje knijpen met de mensen die ik mag, met wie ik mag samenwerken. Echt ook super goede schrijvers. Dus dan als ik een idee heb, dan op de piano of zo, of dan met een tekst erbij. En dan breng ik dat daar naartoe en dan komt er nog iets mooiers uit, maar volgens mij ben ik nu niet heel erg ingegaan op je vraag. Maar geeft niet, dat is prima. Dat, wat ik zei, praat gewoon zo vrij mogelijk. Okay. Dat is goed. Zo'n nummer als Reasons dan, welke van de twee was dat? Was dat meer de akkoorden en de muziek dat je in eerste instantie aansprak? Of waren het de woorden die al een tijdje door je hoofd gingen? Ik denk... ja, met Reasons is het, dat is als ik met een schrijversteam werk, dan soms komen de nummers van het schrijversteam, soms komt het van mij. En Reasons was dan een nummer wat vanuit het schrijversteam kwam, maar waar ik wel met de schrijfsessie mee was en zo. Maar ik denk eigenlijk dat Reasons meer ook om de boodschap gaat, maar dat is denk ik meer een combinatie van de twee. Dus Reese had ook hele stille elementen van... Ding, 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 ding. Dat is gewoon... Dan denk je van... Oeh, je komt er echt lekker in. En... maar Reese gaat over... dat je eigenlijk struggles hebt in een relatie. Wat... Nou, ik heb het ook gehad. Ik weet niet of jij een relatie hebt of iets. Dat ook heb gehad. Maar iedereen heeft het wel gehad. En dat is eigenlijk ook weer zo'n... soort iets... waar iedereen zich in kan vinden. En je hebt struggles en ups en downs. Maar op een gegeven moment... Soms denk je van, ja, wil ik dit nog wel? Of weg. Ja, ik weet niet of je dan weg wil, maar dan besef je op een gegeven moment wel van ja, maar stel dat valt weg. Of stel je gaat weg. Dan is er eigenlijk zo'n groot gemis dat ik dan. Nou, dat je dan denkt van, nee, ik wil het echt voor geen goud kwijt. Maar soms, maar niet dat, het is, Reasons is niet super biografisch, maar het is wel iets waar iedereen zich in kan vinden. Nou, iedereen heeft het tussendoor, helaas. Nou, ik had gisteren een singer-songwriter waar ik mee aan het praten was en die vertelde, ik vroeg hem ook van waarom is het zo, denk je, dat mensen toch blijven in relaties of dat soort dingen opzoeken die eigenlijk helemaal niet goed voor ze zijn. Dat denk ik. Wat jij net ook vertelt, van iedereen herkent dat wel. Dat je een soort van denkt van, nou ja, is dit het wel, gaat het worden of gaat het, welke kant gaat het op? Maar dat je toch soort van blijft, dat je niet die knoop echt door durft te hakken of iets dergelijks. Dus zijn dat soort gewoon... Wat, echte emoties, dat is denk ik heel erg belangrijk voor jou in je muziek, toch? Ja. Dus wat als laatste dan, wat kun je me vertellen over, je noemde net een liedje waar je mee bezig was, waar je echt blij mee was. Dus wat kun je en mag je me daarover vertellen? Ik weet niet of ik de titel mag zeggen. Ik wil het heel graag. Nee, dat hoeft niet hoor. Je mag het zeggen, dan kunnen we het altijd uitknippen, maar... doe maar niet. Dan doen we niet. Okay. Dat is beter. Nou, het is eigenlijk... dat is een liedje... waarmee ik eerst met de akkoorden bezig ging. En dat voelde zo goed. Het was zo'n schattig
schattige vibe. Nou, niet schattig, maar om mij heel erg aanspreekt. Gewoon soulful. Mm-hmm. Toch catchy. En het heeft iets charmants of aandoenlijks. Mm-hmm. En ik wil altijd wel ideeën dus over dus positiviteit en over eigenlijk toch, weet je wat, het glas half vol zien in plaats van half leeg. En ja, nu, maar dit heeft heel erg te maken met de titel. Dan laat het als verrassing voor een volgende keer. Maar dit, ja, ik ben wel heel trots op. Oké. Jules, heel erg bedankt voor je tijd. Oh, ik vind het zo leuk. Ik wil niet dat het afgelopen is.